Gefeliciteerd, Je tekent vandaag je eerste profcontract bij Sparta. Ik denk dat dat iets is waar je ontzettend trots op bent. Uh, ja, zeker uh, toch een, uh, een droom die uitkomt. Uh, ja, Daar ga je van kleins af aan uh, droom je toch van om uh, ooit een profcontract te tekenen. Uh, vandaag is het zover. Wanneer hoorde je dat Sparta jou uh, wilde binden? Uh, toen ik op, uh, op vakantie was, uh, ik lag lekker aan het strand uh, en toen werd gebeld dat, uh, dat ze een contract aan gingen bieden. En door wie word je dan gebeld? Door Gerard Nijken uh, nee, of uh, Nee, ik werd door mijn hebben gebeld. Precies. En daarna was je wel gelijk uh, enthousiast denk ik om te ja, trekken? Ja, ja, zeker. Ja, je lag op vakantie. Nou, ik, uh, ik heb heel mijn vakantie sowieso met een uh, big smile gezeten en uh, ja, nu al helemaal. Ja, daarna is het ook wel snel rondgekomen denk ik? Uh, ja, ja, zeker. Het was uh, snel vanuit beide kanten, dus uh, nee, was top. Ja, dit was je eerste seizoen bij Sparta. Hoe is uh, ja, je nog prille carrière verlopen tot aan dit moment? Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk heel, heel snel. Uh, natuurlijk begin van het seizoen eerst bij de onder-18 mee gedaan. Toen uh, langzaam een beetje bij Jong uh, mee mogen doen in de basis staan, de goals gemaakt. En toen uh, eigenlijk al uh, naar het eerste toe uh, mee trainen. Ja, dat uh, ging dat heel erg snel. Ja, je viel bij Sparta op uh, in, bij Kloetingen, waar je 26 doelpunten maakte uh, in de eerste klasse. Dan maak je de stap naar, uh, naar Sparta toe, waar je bij Belofte-Elftal terechtkomt, die in de tweede divisie uitkomt. Dat is toch uh, ja, drie niveaus hoger. Hoe was het om die stap te maken? Um, zwaar. Uh, niet alleen qua voetballen, maar ook met het reizen. Uh, het was nog natuurlijk best een eindje. Maar um, ja, het, het was uh, de training van twee keer trainen naar vier keer trainen. Uh, de intensiteit, alles, alles ging veel sneller, veel harder. Dus uh, ja, het was, uh, eff, het was wel zwaar. Ja, vooral fysiek denk ik dat je flink moest, uh, moest aanboten. Ja, ja, zeker. Uh, ik ben nog steeds niet de allerbreedste. Maar uh, ja, we moeten blijven werken. Ja, want hoe is je eerste seizoen bij Jong Sparta gegaan? Uh, ja, heel goed. Uh, ja, zoals ik zei, niet, niet alles gespeeld omdat ik eerst bij 118 meedeed. Maar uh, vanaf het moment dat ik bij jong uh, meedeed ging het eigenlijk ook goed. Uh, goals gemaakt. Belangrijk geweest bij goals. Dus ja, dat uh, daar sta ik voor. Ja, want toen je van Kloeting overkwam, uh, ging je in de voorbereiding meedraaien bij Jongsparta. Maar deed je inderdaad in de eerste deel van de competitie nog mee bij de onder 18? Ja. Had je wel verwacht dat je uh, ja, in dat seizoen wel de stap ging maken naar Jongsparta? Uh, ja, in ieder geval, dat was sowieso mijn doel. Want ja, uh, je maakt de stap naar Jongsparta, dan wil je jezelf ook laten zien bij Jongsparta. En ik was heel blij dat het ook eerst bij de onder 18 was, uh, waardoor ik kon wennen aan het vier keer trainen, het wedstrijden, nieuwe club, nieuwe omgeving. En uh, ja, uiteindelijk is dat uh, goed verlopen. Ja, net dat je persoonlijke hoogtepunt uh, van afgelopen seizoen in, uh, op 13 mei was, toen je je debuut maakte voor Sparta 1 in de uitstrijd tegen uh, FC Volendam. Ja, hoe kijk je terug op die dag nu? Ja, die was uh, niet normaal. Dat was echt een uh, droom die uitkwam. Ja, uh, zoals ik al zei, dat van, verklein, van als af, af aan uh, droom je ervan om uh, in de Eredivisie te spelen. En dat was dan het moment. En, uh, ja, dat was uh, nooit, om nooit meer te vergeten want het was de eerste keer dat je bij de wedstrijdselectie zat, ik denk dat je misschien niet eens verwachtte dat je gelijk minuten zou krijgen. Nee, nee, dat absoluut niet. Uh, ik vond al heel vet dat ik daar was, de warming-up bij mocht, en toen, uh, ja, toen mocht ik uiteindelijk toch nog invallen. en ja, dat was een heel bijzonder moment. Ja, heb je dan een beetje de tijd gehad om te beseffen dat je ja, vorig jaar in mei nog uh, in de eerste klasse speelde en een jaar later je Eredivisie debuut hebt gemaakt? Ja, ik besef het af en toe even, maar nee, ja, het is echt heel snel gegaan en ik, uh, ja, ja, het went vanzelf ook wel weer een klein beetje. Ja, In het nieuwe seizoen trek je de lijn ook door, want je mocht met de eerste elftal mee op trainingskoop naar Delftal toe. Ja. Hoe is die ervaring voor jou geweest? Ja, ook dat was dus een hele nieuwe ervaring. Heel, uh, heel mooi natuurlijk uh, om uh, een, een week mee te kijken met hoe dat allemaal gaat qua trainen. Uh, uh, eten, noem maar op. En uh, ja, dat was leuk. een hele mooie ervaring. In de voorbereidingen ben je ook aangesloten bij het eerste elftal waarin je meedoet in de oefenwedstrijden. Hoe gaat het daar tot dusver? Ja, tot dusver uh, gaat het uh, best prima. Uh, natuurlijk nog niet heel veel minuten nog gemaakt. Um... Maar ja, de je die krijgen moet ik aanpakken en uh, nu is het wachten tot mijn eerste goal bij uh, het eerste. Ja, dat is waar je naartoe wil werken deze periode. Ja, ja, zeker. Dat, uh, dat moet gebeuren. Ja, afgelopen zaterdag alleen je nog mee in uh, Zeeland in de wedstrijd tegen Zulterwagen. Je zei net al eventjes dat je uit Zeeland komt, dus dat het qua reizen ja, best, uh, best een stuk is naar Rotterdam toe. Hoe gaat dat in zijn werking? Um, ja, in de uh, pak ik de trein uh, rond kwart over zeven en dan ben ik hier rond negen uur op de club. Um, en dan na de training uh, ga ik weer naar huis uh, ja, met de trein. En dat gaat eigenlijk hele, heel de week zo door. Ja, Dus zo'n kleine twee uur reis eigenlijk elke dag. Ja, ja. ja zoiets. Zo, ja. Precies, ja. je tekent vandaag voor, voor twee jaar, en wat zijn belangrijke doelen daarin? Uh, mezelf uh, ont ontwikkelen op eigenlijk elk vlak. Um, natuurlijk belangrijk zijn bij goal, met goals. En ja, zoveel mogelijk laten zien hier in het stadion bij het eerste. En ja, dat is mijn uiteindelijke doel natuurlijk. Um, en daar ga ik elke dag hard voor werken. Veel succes. Dankjewel.